Die stond in de Telegraaf destijds. Karikatuur. Je bent feitelijk nu 71 jaar aan RBC verbonden geweest. Ik heb natuurlijk op vele plaatsen trainer geweest, maar ik werd altijd geassocieerd met RBC. Bij elke club waar ik kwam, en ik kwam afgelopen ergens in de bestuurskamer, dan was het er altijd door Kees RBC. Ja? Niemand kent RBC zo goed als Kees Vermunt. Als voetballer en trainer is hij al die jaren betrokken geweest bij de Roosendaalse club. RBC heeft wel vaker in de problemen gezeten, maar altijd was er een uitweg. Dat RBC nu definitief verdwijnt, is ook voor Vermunt een grote verrassing. Ik denk dat er weer een aantal sponsoren die aanvankelijk een toezegging hebben gedaan, het laten afweten. Kijk, en er moet nu in een korte tijd zoveel beslissingen genomen worden, dat men gewoon gedacht heeft, nee, dit kunnen wij niet meer aan. Dit is ondoenlijk om daarmee te beginnen. Ja, het is natuurlijk bitter, heel bitter. Ja, ik moet eerlijk zijn, ik heb er gewoon vreselijk veel moeite mee. Dat is duidelijk. Want mijn enige hoop was toch nog gevestigd op, ja god, oké, we proberen dan. Maar Erik Ellemons, ook een eigen jongen, weet je wel, die zal er schouders onder zetten. En mogelijk zijn we hem binnen 2 jaar weer terug. Dat we een nieuwe herstart kunnen maken. Maar ja, helaas, het is afgelopen.